Dames, heren, jongens, meisjes. Ongelooflijk maar waar. Dit is echt niet te geloven. Wat er nu is gebeurd is niet te geloven. Zoals je misschien kunt herinneren, iets meer dan een jaar geleden, 23 juni 2020. Toen kwam ik op deze site, op Fiverr. Even voordat deze video begint. Ik word gesponsord. Nee, ik word niet gesponsord. Helaas was het maar zo'n feest. Fiverr, als je dit kijkt, sponsor mij nou. Het is zover. Fiverr kwam naar me toe en zei, Koen, we hebben je video gehoord. Sponsor mij nou. Hier zijn we. Gaan je sponsoren. En daarom zijn we hier vandaag op Fiverr. Een fantastische website waar je echt voor geen geld fantastische dingen kan laten doen. En toen zei ze, Koen, heb jij een leuk idee? En toen zei ik, ja, ik heb wel een leuk idee, maar ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Zij zei, vertel. Toen zei ik, wat ik graag wil, is dat ik op Fiverr een billboard van mezelf laat maken. Dus dat er gewoon staat, abonneer op Koen met een foto van mij. Het is ongelooflijk. Met een foto van mij. En dat ik dat dan ergens langs de snelweg inkoop. Zodat iedereen die daar langs rijdt ziet. Abonneer op Koen. Nou, toen zei ze, dat is goed. Ja, het is echt ongelooflijk. Zoals je kan zien, we zijn nu op de website van Fiverr. Ja, je kan hier echt van alles kopen. Je ziet al dat ik onlangs heb gekeken voor billboards. En mooi nice. Wat kan je hier niet? Het is ongelooflijk. Wil je een logo kan het hier? Wil je een website kan het hier? Wil je een leuke app? Kan hier ook. Samen met dat ik deze video nu maak, kunnen jullie ook Fiverr te goed winnen. Echt tant hoeveel. Blijf daarvoor deze video kijken. Maar laten we nu maar beginnen. Ze hebben mij echt dikke saaf gegeven. Oh, trouwens, ik had hier nog wat saaf opstaan. Ik ga een billboard maken. Even kijken. Dit is de eerste die ik heb gezien. Poster service design. Express delivery. Dat hebben we nodig. We hebben tempo nodig. We hebben snel tempo nodig. Een niveau 2 verkoper. 5 sterren, 14 beoordeling. 1 bestelling in de wachtrij. Helemaal goed. Even kijken. Voor 98 krijg je dus een fotobewerking. Dus dan werkt hij een foto voor je. Maar ik wil een op maat gemaakt design. Want dan kan ik het als billboard laten maken. Dus ik ga hier voor het op maat gemaakte design. Doorgaan. 35 euro. Extra leven in één dag. Dat kost wel veel, man. 60 euro. Want het is 4 dagen. Wil ik dat? Je kan dus extra's toevoegen. In één dag is wel lekker. En ik heb toch saver op staan. Dus gaan we daar gewoon voor? Hey, joh, boeien, man. Fiverr betaald. I need a cover art. Return into a poster. Nou, mensen, kijk. Ja. Dit is de foto die op mijn banner komt. Dit is schitterend. Hello, my friend. Zo praat ik ook altijd met de Tourionen trouwens. I would like you to make me a lovely billboard. As you can see, I added a picture of myself. The legend. Nee. Nou, dit is allemaal hartstikke duidelijk. Laat ik deze tekst trouwens even kopiëren. Start bestelling. Mensen, zo makkelijk is het. Je bestelling is nu in de maak. En binnen een dag krijg je het. Ja, het is echt ongelooflijk makkelijk. Ja, ik zweer het je. Het is echt fantastisch. Fiverr is echt fantastisch. Als je het niet kent, wat ben je aan het doen? Is er iemand jarig en wil je een grappige foto van iemand maken? Ga naar Fiverr. Voor echt. Je zag het. 8,90 euro kan je al een foto laten bewerken. Dan heb je een ziek leuke cadeau. Fantastisch. De volgende. Deze is echt vet. Ik vind deze echt heel vet. I guarantee this is cheaper than anyone. With the best results. Low price, with high quality. Hallo. Ik kan het niet lezen, man. Ik vertaal het even naar het Nederlands. Hartstikke idee. Ah, ik garandeer dat dit goedkoper is dan wie dan ook. Met het beste resultaat. Lage prijs met hoge kwaliteit. Dit wordt een speciale aanbieding voor ons. We hopen dat jullie geïnteresseerd in ons harde werk. Absoluut. 178 mensen. Een 4,9 mail. Dit is fantastisch. Doorgaan. Gaan we afrekenen. Nou, dit is echt geen geld. 98. Ja, jongen. Bevestig en betaal. Oh. Hier kan je eigenlijk alleen je foto toevoegen. Ik denk dat ik hem wel nog even bericht ga sturen. Ja. Hier. En dan versturen. Hartstikke idee. Easy. Werkt fantastisch. Chatfunctie. I love it. Deze vent kan dus een soort motion ad voor je maken. Motion graphic. Ja, dat wil ik gewoon graag. Lijkt me gewoon grappig om dat ook te hebben. Want dan kan ik dat ook. Heb ik gewoon opties, mensen. Opties. Kost 37 euro. Extra cel levering 2 dagen. Ja, wij willen dat, mensen. Wij willen dat. Easy gekocht. Helemaal lekker. Ik ben zo benieuwd wat mensen gaan maken. Dit moet toch fantastisch zijn. Ja, deze heb ik met name aangeklikt voor de vrouw die erbij staat. Ja, eigenlijk, ik wil eigenlijk gewoon dit. Abonneer op Koen. Dat wil ik gewoon. Dit is wat ik wil. Maar dan niet zij, maar mijn hoofd. Dat wil ik. Ze hebben een 4,9 en 1288 dingen. Goed joh. Levering binnen 1 dag. Nou mensen, ik word echt helemaal krankjoren hier. Het is niet normaal. Remove background voor 13,36 euro. Ja, kijk, luister. Er zit hier wel een background bij, maar die is wit. Dit is echt één klikken met weg. Ja, ik ga daar geen 13 euro voor betalen. Of gaat ze dan echt gewoon de foto zo inplakken? Dat zou ook fatu zijn. Dus daar gaan we gewoon voor. Appa, bevestig en betaal. Boom! Oké, de laatste die ik heb. Ready billboard. Nou, dit is de kenner der billboards. 434. Mensen hebben al besteld. 4,9 gemaild. Fantastisch. Hallo, ben je op zoek naar een creatief professioneel ontwerp voor je billboard, uithoudingbord, banner of andere buitenreclame item? Ik zal geweldig een opvallend billboard, banner, elk uithoudingbord voor je bedrijf, advertentie ontwerp. Kijk, in principe is dit precies wat ik nodig heb. Leven binnen 2 dagen. Jongen, echt. Hoe heet deze vent eigenlijk? Nieuw Pixel 1414. Maak me helemaal gek alsjeblieft. Ga naar afrekenen. Oh my god. Bevestig en betaal. Bam! Oh, ik heb een bericht. Hey there, thank you very much for... I have one question. In what resolution does this animation have to be? Kut. Ik weet niet wat het is. Ik doe wel gewoon 1080 keer 29. Dat zal wel goed zijn. Als het goed is, waren het alle berichten? Iedereen is op dit moment offline. Dat is op zich prima. We gaan het zien. Ik ben snel weer terug. Dames en heren, daar zijn we weer. Dag 2. Laten we gaan kijken wat er binnen is gekomen. Er is een bestelling geleverd. Oeh! Thanks for order. Oh my god.
Dit is echt schitterend. Mensen, dit is de eerste Made on Fiverr. Abonneer op Koen. Dit is toch fantastisch. Nou, je ziet het al te snel. Dan moet je wel abonneren. Dat kan gewoon niet anders. Ja, ik keur de levering goed. Hatsa, ik ben hartstikke tevreden. Eindlevering goedkeuren. Dankjewel. Oh, iemand heeft hem ook al bijna af. Order update. Prepare the first verse to choose. Oh mijn god. Dit is precies wat ik wil. Dit is toch fantastisch. Oh mijn god, hij heeft hier zelf een YouTube video gemaakt. Ik vind dit echt geniaal. Dit is echt geniaal. Ik vind deze echt goed. Met dat YouTube ding eromheen. Oké, nu de rest wacht ik nog even. Maar echt, het begin is fantastisch. Ik kan niet wachten om dit ergens langs een weg te hebben. Ik kan niet wachten. Dames en heren, alles is af. We zijn er. We moeten de keuze gaan maken. Laten we gaan kijken naar de eerste van Gyugyap. Dit was $70. Super aardige gast. Hij zegt hier nog dat als ik het niet helemaal mee eens ben, dan kan ik eens naar hem sturen. En dan gaat hij het alsnog extra fixen. Maar ik vind hem schitterend. Hij heeft een PDF en een JPG'tje gestuurd. Laat hem even downloaden. Dit is toch fantastisch. Ik vind dit echt een fantastisch billboard. Stel, dit is te zien op een billboard langs een snelweg. Dat zou dan fantastisch zijn. Oké, dus dat is optie 1. Gaan we door naar optie 2. We hebben hier deze. Schitterend moet ik zeggen. Ook met vet vuurwerk dingen lachen. En hier de andere is. Dit is wel een beetje met rare gele poppetjes op de achtergrond. Heel vreemd. Deze vind ik niet zo. De derde. Hij heeft dus een video van mij gemaakt. Een animatie. Oké, daar komt die mensen. Mijn billboard. Eventueel, als ik video kan. Abonneer op Koen. Oh mijn god. Dit is fantastisch. Woo! Maar ik weet niet of video kan. Ik ga het gewoon vragen. Want dit zou wel echt fucking fantastisch zijn. Oké, de volgende. Wat heeft hij mij nou gestuurd? Een zip bestand. Billboard. Oh mijn god. Dit is ook een goeie hoor dit. Oh mijn god, wat een schitterend fotootje. Ja, mooi. Uitstekend gedaan. Uiteraard ook een dikke 5 sterren voor jou. Feedback is zo belangrijk. Ik zie ook mensen die feedback geven op ik wat routes gekocht hebben. En dan ook gewoon 5 sterren met was goed. Nou, dat doet mij echt goed. Oké, en dan de laatste. Die hebben we dus $28. Hij heeft ook een mock-up gemaakt. Oh mijn god. Kijk nou. Oh mijn god. Kijk, al die auto's kijken naar mijn kop. Abonneer op Koen. Dit is al fantastisch. Dit zijn drie goede. Ik vind deze heel leuk, omdat dit is duidelijk een YouTube. En hier staat ook YouTube bij. Deze is een beetje te... Ja, een beetje te random. Deze vind ik lachen. En die video vind ik ook fucking goed. Ik pak die video nog even bij. Dat is deze. Dus ik zeg, als video kan, doe ik deze. Kan video niet, doe ik die. Oké, nu ga ik proberen om op een manier te fixen dat ik ergens langs de snelweg kom te staan. Ik zie jullie later. Dames en heren, ik moet een beetje stil zijn, want het is nog vroeg. Oké, het is inmiddels 7:15, is heel vroeg meer. Ik ga nu 2 uur rijden. Nou, ik hoop de plek waar mijn billboard hangt. We gaan het zien. Ik hoop dat hij dus er hangt. En zo niet. Zou heel lullig zijn. Ja, het zou extra lullig zijn omdat ik dus 2 uur moet rijden om daar te komen. Ja, je zou vragen, Koen, waarom heb je niet gewoon lekker billboard langs de A4 gedaan? Weet je hoeveel het kost? Dat kost 10 ruggen voor een week. What the heck? Nou, mensen, ik zie jullie zo. Mensen, oh mijn god. Ik ben hier op de A28 bij Staphorst. Dus, dames en heren. Woon jij in de buurt van de A28 bij Staphorst, moet je even checken. Kijk, ik kan niet echt zoomen, want mijn camera staat slecht voor. Maar ik kom hier straks op. Ik kom met hem alle twee de rijrichtingen. Dus, zowel als je naar Groningen rijdt als naar Zwolle. Hier ben ik dus een week lang te zien. We hebben nu Jobkrans. En ja. Abonneer op Koen. Made on Fiverr is onder. Mensen, ik heb wat leuks. Op het moment dat jij, zeg maar, dit vindt. Dit reclamebord. En je maakt er een foto van. En je post dit op je socials. Dus op Instagram. En je tagt mij. En je tagt Fiverr. Dat we alles in de beschrijving zetten. Dan maken 4 mensen kans op €250 Fiverr te goed. Nou, dat is echt fucking veel. Want ja, je hebt het gezien. Ik heb in totaal, denk ik, dit is het 100 euro uitgegeven of zo. Iets meer. Maar ja, dat is nog meer dan dat. Dus kan je echt maken wat je wil. Dat is toch schitterend. Oh mijn god, het is gelukt. Ik sta op een billboard. Ik zou nog even proberen te filmen zoals ik langs rij. Maar ik ben echt zeer tevreden. Mensen, daar hangt hij. Nee, ben ik net niet in beeld. Yeah! Nou, in ieder geval, daar hangt hij. Dus, als je langs rijdt, vergeet niet, maak een foto gestuurd naar mij. Ja, alleen als je natuurlijk op de bijrijdersstoel zit, niet als je zelf wat rijden, want dan mag je niet op je telefoon. A28 Staphorst Media. Shout out aan jullie. En mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het f***ing leuk. Een week lang is het te zien. Bedankt voor het kijken, mensen. Abonneer. De groeten. Ja, zo ik draai, mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time, ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.